Genesis, hoofdstuk 50. Toe val Jozef op zijn vaderse aangezig en hij het oor hom geween en hom gesoen. En Jozef het aan zijn dienaars, die geneesheere, bevel gegee om zijn vader te balsam. En die geneesheere het Israël gebalsam. En 40 dagen het daarvoor voorbij gegaan, want zo lang duur die dagen van balsamen. En die Egyptenaars het om 70 dagen lang beween. En toen die dagen van geween oor hom voorbij was, het Jozef met die huis van Farao gesprek en gesê, als ik dan guns in jullie oor gevind het, spreek toch dat voor die oren van Farao. Mijn vader het mij laat zweren en gesê, kijk, ik ga sterven. In mijn graf wat ik voor mij in die land Kanaan uitgekap het, daar moet je mij begraven. Laat mij dan nou toch optrek en mijn vader begraven. Daarna zal ik terugkomen. En Farao zei, trek op en begraven je vader, zoals hij jou laat zweren het. Toen het Jozef opgetrek om zijn vader te begraven, en al die dienaars van Farao, die oudstes van zijn huis, het samen met hem opgetrek, en al die oudstes van Egypte land. Ook die hele huis van Jozef en zijn broers en die huis van zijn vader, met hulle kinders en hulle kleinvee en hulle beeste het hulle in die land Goshen laat achterblij. En samen met hom het opgetrek strijdwaans, sowel as ruiters, zodat het een baie groot trek was. En toe hulle by die steekdoring dorsvloer kom, wat oos van die Jordaan lee, het hulle daar een groot en baie zwaar rouwlag gehou. En hy het oor sy vader rouw laat bedrywe, 7 dae lang. Toe die inwoners van die land, die Kanaaniete die rouwbedrijf by die steekdoring dorsvloer sien, sê hulle, dit is een zwaar rouw vir die Egyptenaars. Daarom het hulle dit Abel Mizraim genoem, wat oos van die Jordaan lee. En sy seuns het met hom gedoen, net soos hy hulle beveel het. Sy seuns het hom weggebring naar die land Kanaan en hom begrawe in die spelonk van die stuk grond van Machpela, die stuk grond wat Abraham as eiendomsgraf gekoop het van Efron, die Hittiet, oos van Mamre. Daarna het Jozef naar Egypte teruggegaan, hy en sy broers en allemaal wat samen met hom opgetrek het om sy vader te begraven, nadat hij zijn vader begrawe het. Toen die broers van Jozef zien dat hulle vader dood was, het hulle gesê, sê nou Jozef gaan ons als vijanden behandel en hij gaan ons werkelijk vergelden al die kwaad wat ons om aangedoen het. Daarom het hulle hierdie boodskap naar Jozef gestuur. Uw vader het voor sy dood bevel gegee met hierdie woorde, so moet julle vir Jozef sê, ach, vergewe toch die oortreding van jou broers en hulle sonde, want hulle het jou kwaad aangedoen. Maar nou, vergewe toch die oortreding van ons wat die God van uw vader dien. En Jozef het geween toe hulle met hom spreek. En zijn broers het ook zelf gegaan en voor hom neergeval en gesê, kijk, ons is uw slaven. Maar Jozef het lag geantwoord, moet nie bevrees wees nie, want is ek in die plek van God? Want jullie het wel kwaad teen my bedink, maar God het het in goede gedink om te doen soos dit vandag is, om een groot volk in die leven te hou. Wees dan nou nie bevrees nie, ek sal jullie en jullie kinders onderhou. So het hy hulle dan getroos en na hulle hart gespreek. En Jozef het in Egypte gewoon, hy in die huis van zijn vader. En Jozef het 110 jaar gelewe. En Jozef het van Efraim kinders gezien van die derde geslag. Ook die kinders van Machir, die zoon van Manasse, is op Jozefse knieën geboren. En Jozef het aan zijn broers gesê, ek gaan sterven, maar God zal gewis op jullie achje en jullie uit hierdie land laat optrekken naar die land wat hij aan Abraham, Isaac en Jacob met de eed beloof het. En Jozef het die seuns van Israël laat zweren en gesê, as God zekerlijk op jullie acht zal gee, bring dan mijn gebeente hier vandaan op. En Jozef het gesterwe, 110 jaar oud, en hulle het hom gebalsem, en hij is in een kus gesit in Egypte.